Zo, lieve mensen, het is vandaag 30 juni 2022 en na 2 jaar en 3 maanden heeft het virus mij te pakken. Ik ben gelukkig niet heel ziek, ik ben een beetje snotterig en een beetje moe, maar verder valt het mee, ik heb niet eens koorts. Ik heb corona en dus de titel van mijn vlogjes al die tijd, Jantien in quarantaine, die zijn dus nu werkelijk waar. Maar ik ging het uitzoeken op de website van het... van de Rijksoverheid, wanneer ik er nou weer uit mag en zo. En blijkt, ik ben helemaal niet in quarantaine, ik ben in isolatie. Ik ben in isolatie, want quarantaine is als je niet zeker weet of je het hebt. En ik heb het wel, dus ik ben in isolatie en dat moet ik blijven totdat ik klachtenvrij ben. En dan 24 uur klachtenvrij en dan mag ik er weer uit. Nou, het gaat al een stuk beter, dus ik hoop dat ik morgen klachtenvrij ben. Want ik moet eigenlijk maandag mee op schoolreisje met klas 4. Naar België. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Het is waarschijnlijk zo dat ik het op Oerol heb gekregen. Of in ieder geval Anton heeft het op Oerol opgelopen. En daar woon ik mee in huis. En hoewel we aparte slaapkamers en timeslots voor de badkamer en zo hadden, is het nou toch wel zo dat ik het ook heb gekregen. Ja, het is bijna niet te vermijden als je met iemand in huis woont. Misschien is het de poes die heen en weer gelopen is. Misschien is het toch een handdoek of de kraan geweest. Of gewoon de aerosolen die door de lucht zweven. Nou ja, in ieder geval. Ik heb dus de laatste lesweek van school gemist. En dat spijt me heel erg, want ik heb een aantal leerlingen die ik heel graag nog even dag had willen zeggen. Ze hebben klas 1 tot en met 3 les van mij gehad. En nu zit ik thuis in de laatste week. Dus we kunnen niet echt netjes dag zeggen. Terwijl ik altijd... de gewoonte heb om dat wel fatsoenlijk te doen. Dus bij deze, het spijt me dat ik geen afscheid van jullie heb kunnen nemen. Misschien zien we elkaar nog bij de terugkomdag. In ieder geval, ik zit thuis. En dat betekent dat ik mijn nakijkwerk gewoon kan doen, want dat heb ik wel hier. En ik ben niet zo ziek dat ik in bed moet liggen, dus ik ga lekker nakijken. En ik heb gewerkt aan mijn scriptie. Mijn bachelorscriptie voor mijn eerste graad geschiedenisopleiding. Dat is het laatste loodje wat ik nog moet doen. En ik heb het gepland om te gaan schrijven in de zomervakantie. En ik ben nu een beetje aan het researchen. En wat wel heel grappig is, is dat ik dus allemaal leuke dingen tegenkom. Even een reminder. Waar schrijf ik mijn scriptie over? Het gaat over propaganda in de jaren 60 van de Verenigde Staten. Tijdens de Koude Oorlog hebben ze geprobeerd om, of eigenlijk eind jaren 50 al, om de hearts and minds van de mensen in landen die dreigden te vallen aan het communisme, om die hearts and minds te beïnvloeden. En dat deden ze met jazz. En daarom zijn bijvoorbeeld Dizzy Gillespie en Dave Brubeck en zijn familie en ook Louis Armstrong erop uitgestuurd om concerten te geven achter het IJzeren Gordijn in Polen, in Tsjechoslowakije, maar ook Iran, Afghanistan, India, Brazilië zelfs. In Afrika, Louis Armstrong heeft een tour door Afrika gedaan. Nou, in ieder geval was jazz het exponent van vrijheid. Het idee van vrijheid werd belichaamd in die vrije muziek. En nou hebben Dave en Yola Brubeck daar een musical over geschreven. En die heet The Real Ambassadors. En dat gaat over hoe ze als cultureel diplomaten zijn ingezet, maar hoe ze tegelijkertijd ook misschien wel helemaal niet blij waren met het beeld dat ze moesten schetsen van Amerika. Omdat in Amerika zelf de segregatie nog zo heftig was. En er werden dus bewust gemixte bands op pad gestuurd om daarmee... het beeld te schetsen van Amerika, van nou, we zijn allemaal gelijk en het kan allemaal. Maar ja, in Amerika zelf was Jim Crow-wet nog steeds geldig. En mensen als Louis Armstrong mochten in de zuidelijke staten een concert geven, maar dan mochten ze niet eens naar de wc in hun eigen venue. Dus het was vrij heftig en het was vrij hypocriet om dat als beeld neer te zetten. En dat is wel een interessant twist van het plot. Dus The Real Ambassadors blijkt gewoon op Spotify te staan. En die kan je gewoon allemaal beluisteren. En dat is hartstikke grappig. Als ik nu een stukje laat horen, dan krijg ik waarschijnlijk copyright onzin. Maar komt-ie. Ambassador.
and sobriety. We have followed protocol with absolute propriety. We're Yankees to the core. Je hoort Lambert, Hendrix en Ross, die later ook een heel goed a cappella groepje hebben gevormd. Close Harmony Jazz moet ik zeggen. Die zongen echt geweldig samen. Ze doen het hierna nog in dubbel tempo, dan weet je niet wat je hoort. Maar die Real Ambassador LP, naar aanleiding van die musical, die staat dus gewoon op Spotify. En dat is wel zo grappig van het moderne leven. Ik kan gewoon op mijn eigen telefoon dit soort research doen en het ligt er allemaal. En het is allemaal beschikbaar en beluisterbaar. En ja, dus het gaat heel goed met mijn scriptie. En ik ben een beetje ziek, maar niet erg. En ja, Jantien in quarantaine is dus eigenlijk Jantien in isolatie. Ik weet niet wanneer mijn volgende vlog zal zijn. Maar ik wens jullie een fijne dag. En ik hoop dat iedereen de COVID goed overleeft. En geen long-COVID krijgt, want dat is allemaal heel naar. Maar ik hoop maandag weer mee te kunnen op schoolreisje in ieder geval. Tot gauw.